Net als alle anderen bij Café Weltschmerz werk ik mee zonder daarvoor betaald te krijgen. Geheel belangeloos. Café Weltschmerz wordt gerund door vrijwilligers. Iedereen werkt mee omdat ze het leuk vinden en dat ze het belangrijk vinden dat er dit soort gesprekken te zien zijn. Als u dat ook vindt, steun dan Café Weltschmerz en stort wat geld. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Erik de Vlieger en ik mag weer een interview doen voor Café Weltschmerz. Maar ik ben een beetje chagrijnig vandaag. En waarom? Als ik hier naartoe fiets, een pakhuis de Zwijger, dan moet ik mijn leven wagen om allemaal toeristen te ontlopen. En nou is het wel zo dat Nederlanders allemaal klagen. Als de beste. En zeker over de stroom toeristen. En sommige mensen zeggen dat de stad onleefbaar wordt. Verkeersstromen groeien, rijen voor musea worden langer. En de overlast neemt toe. En we hebben een prachtige gast die dat weg gaat halen. De directeur van Amsterdam Marketing, Frans van der Avert. Frans, welkom. Dankjewel. Ben jij de veroorzaker van deze tsunami aan toeristen? Nee, dat is Amsterdam. Stad. Maar je helpt het wel, werkt het wel een beetje in de hand? Nou, wij proberen Amsterdam op de kaart te zetten, dat klopt, ja. En het is heel veel drukker geworden. Er komen ieder jaar 10.000 nieuwe Amsterdammers bij. Er komen steeds meer studenten bij. En er komen heel veel bezoekers. En wij noemen het al lang niet meer toeristen. Want 50% van die mensen die jij net tegenkwam, of waar je het net over had, zijn Nederlandse dagjesmensen. Dus dat toeristen. Maar het is wel veel drukker geworden. Dus er komen steeds meer bezoekers naar Amsterdam, ook uit het buitenland. Omdat ze dat graag willen. Omdat wij zo'n fantastische stad zijn. Even terug wat je zegt. Waarom moet Amsterdam op de kaart gezet worden? Omdat wij het belangrijk vinden. Het is de derde economie van de stad. 120.000 banen. Dus het gaat eigenlijk alleen maar over geld, niet over welvaart? Nee, het gaat over welvaart. Voor wie is die welvaart dan groter dan van het verlies van welzijn? 120.000 banen. Maar er wonen 7 miljard in omzet. Het is belangrijk voor de stad, hoor. Maar er wonen maar 800.000 mensen in Amsterdam. Dus 1 op de 8 mensen? Kijk, het feit dat je... Kijk, wij zijn heel populair. Dat is mooi, omdat wij... We hebben volgens mij net 1 miljard geïnvesteerd, hè, in Amsterdam in cultuur. 5 musea geopend, 2 nieuwe theaters. Ja, en als je dat doet, dan komen er heel veel mensen op af. Dus dat moet je ook niet zo gek vinden. Het is wel veel drukker geworden. Dus, en wij zijn als een van de eerste, als Amsterdam Marketing, hebben wij gezegd... Jongens, er moet wel een balans blijven. Tussen met name bewoners en bezoekers. Die is een beetje weg, Frans. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Er zijn sommige onderdelen waar het heel druk is. En ik vind ook dat je daar iets aan moet doen. Maar ik roep altijd, ja, wat zullen we dan eens gaan doen? Moeten we dan mensen gaan tegenhouden? Is dat aardig als tolerante stad? Want dat is waar we trots op zijn al bijna 750 jaar. Dus je kunt ook mensen niet tegenhouden, want hoe leuk is het? India bijvoorbeeld, hè? India neemt de welvaart steeds meer toe. Daar hebben mensen het gelukkig steeds beter. Als mensen het beter krijgen, willen ze de wereld gaan zien. Nou, dat is fantastisch. Dat gun ik die mensen heel erg. Dus moet ik dan zeggen, je mag niet meer. Alleen, ik vind wel dat de conclusie dat jij, wat jij nu ook zegt, hè, van het kan soms veel te druk zijn... Ja, er waren hier met sale 2,3 miljoen mensen. Het waren geen buitenlanders, hoor. Dat was heel Nederland. Dus je moet een oplossing... Ik ben het helemaal met je eens. We hebben ook gezegd, je moet met name in de stukken waar het heel druk is... Hè, en iedereen weet precies waar het heel druk is. En daar moet je een oplossing voor vinden. Maar ik wil eventjes wat filosofischer met je gaan. Kijk, er is een... Er worden veel dingen aan ons verteld die we als vanzelfsprekend aannemen. Ik noem een voorbeeld. Begin van deze eeuw. Moesten bedrijven allemaal andere bedrijven overnemen, anders verloren ze hun concurrentiepositie, KLM. En toen begonnen mensen te roepen, Schiphol moet een hub worden.
Schiphol. En ik heb nooit begrepen waarom Schiphol een hub moet worden. Dat is misschien om wat mensen aan het werk te helpen die op Schiphol werken. En jullie van City Marketing, die roepen dat Amsterdam een merk moet worden. Nee, dat hoeft helemaal niet. Ja, maar het Amsterdam, merk, weet maar je dat merk, Amsterdam ja, maar, in de hele wereld, heb jij wel eens gezegd, als jij in overal. Weet ik waar, dan komt iedereen, oh, Amsterdam. Ik ben overal. Mensen kennen Amsterdam beter dan Holland. Ja, maar ik ben, nee, maar dus het merk is wel lang. Goed, het merk is lang, maar laat ik het dan zo zeggen, het merk moet geëxporteerd worden. En er is maar één reden voor, dat is geld. Nee. Wat brengt iemand, een gemiddelde toerist blijft 2,5 dag in Amsterdam. Nee, langer. En ik ben 3,9. Dan heb ik de verkeerde cijfers. Ja, en daar heb je mij weer voor. Nog erger, maar kijk. Ik woon in Amsterdam, ik leef in Amsterdam en ik ben heel tevreden in Amsterdam. Ja. En ik weet, Amsterdam heeft altijd toeristen gehad, dat weet ik al van 30, 40 jaar geleden. Maar ik vraag me af waar de grens ligt dat je welzijn en je plezier in je stad, Stadhouderskade, de Pijp, richting Leidseplein, gaat inruilen voor geld en werkgelegenheid. Ik voel me soms niet meer thuis in de stad. En ik ben geen klager. Nee, en ik woon ook in de binnenstad. En ik zie het soms ook. Alleen, wat ik altijd ingewikkeld vind in deze discussie, daar probeer ik die altijd een beetje te neutraliseren. Dat komt niet door toeristen alleen. Er is een onderdeel ervan. Maar Amsterdam groeit voor het eerst. Er komen steeds en steeds meer mensen ieder jaar. Ja, maar... Ja, nee, maar dat... Je bent nu net een politicus die zegt, zijn nog meerdere redenen. Nee, ik probeer... Nee, maar het wordt altijd gedaan of het door de toeristen komt. En dan meestal gaat het dan gelijk over Chinezen. Dat is niet waar. Het feit dat je als een stad wil groeien, of dat nou op toeristisch gebied is of op weet ik wat. Hè, met de toppers zijn hier ook 400.000 mensen in één week. In Zuidoost, dan gaan ze er weer uit. Nee, die gaan allemaal over het stad. Die lopen allemaal in de stad, die kan je namelijk heel goed herkennen. Maar het feit is, wat wil je als stad? En wil je groeien? Wil je meer welvaart? Amsterdam groeit voor het eerst op verschillende manieren. De stad is steeds groter geworden. Als je Amsterdam nu vergelijkt met 1820 of met 1920 of 2020. Die stad, dat is dynamisch. En je kunt niet meer terug naar gisteren. Gisteren bestaat niet in dit soort dingen. Dat wil ik ook niet. Maar je moet nadenken, want je hebt een punt dat je zegt van, en wat jij zegt van wanneer houdt, we noemen dat in onze dingen de balans. Ik ben ervan overtuigd dat als bewoners alleen maar lopen te schelden op iedereen en mensen van fietsen afduwen, dan ben je niet zo heel goed bezig. Dus die balans tussen ik ben trots op mijn stad. Mensen vinden het. En jij zegt het gaat over geld verdienen. Dat zeg ik ja. Het gaat alleen maar over. Maar wat gaat dan over die 2 miljoen buitenlanders die heel graag het nieuwe Rijksmuseum zien? Ja, maar luister Frans, kijk. Nee, maar dat is serieus, dat is een vraag. Dat is heel belangrijk. Dan gaat het niet over geld verdienen. Nee, daar komen ze voor, Erik. Nou, waar had het museum daar gehad? Ze komen had voor het Rijksmuseum. Had het museum in Groningen gedaan. Maar ja. Ik ben geen klager. Nee. En ik ben ook nog eens een keer een zakenman. Ja. Ja? Dus ik heb mijn hele positieve blik heb ik op het feit dat Amsterdam zeg maar, toeristen herbergt voor de middenstand en de dingen en werkgelegenheid, dat is allemaal goed. Maar ik kan me niet meer heugen dat ik van de Heinekenbrouwerij naar het Museumplein kan fietsen. Ik kan niet meer fietsen. En weet je wat het is, Frans? Als bewoner van Amsterdam, en ik ben een rijk man, dus ik zou in principe alles kunnen kopen, maar ik wil genieten van de dingen. Ik ga je een voorbeeld geven. Gisteren was ik op het Rembrandtplein. Ja. Bij Marga in de Rembrandtbar. Ja. Daar waren 3 travestieten aan het optreden, want die vrouw was jarig. En we stonden daar op het terras. Marga, zo'n dikke vrouw, die komt naar me toe. En die zegt, wat is het gezellig. Zo mooi, mijn verjaardag. En ik zeg tegen haar, Marga, dat is voor geen geld te koop. Nee. Dus toen keken we naar het terras. Daar zat geen Nederlander meer. Waar we dat mee konden delen. En ik wil als Amsterdammer juist niet van die dingen genieten die je kan kopen. Ik wil van die kleine dingen genieten. En jullie, en dan zeg ik jullie van City Marketing, pompen dat beeldmerk zo op dat er zoveel mensen komen. En nogmaals, ik klaag niet. Maar jullie zijn bezig met, naar mijn mening als bewoner, met een stuk van de ziel uit de stad te halen. Ja, nou, wij zijn er niet mee bezig. Ik probeer het te voorkomen. Want wat ik belangrijk vind, hè, wat jij zegt, hè, er zijn als je, in de binnenstand zijn heel veel buitenlandse bezoekers. Maar wat ik ook probeer te zeggen is dat die stad, ik heb laatst foto's gezien van het Damrak van 1972. Je gelooft het niet. Bom vol met auto's. 2 dubbel geparkeerd.
Rembrandtplein vroeger, bom vol met foto's. Dus die stad die past zich aan. Als jij zegt, ik zie geen Nederlander meer op het Rembrandtplein. Ik woon er vlakbij. Ik loop er iedere dag. Valt best mee. Maar de stad wordt gewoon groter. Als jij naar de Halle gaat en je gaat daar een biertje drinken, kom jij geen één buitenlander tegen. Maar wel heel veel Nederlanders en Amsterdammers. Vondelpark lag vroeger in een weiland. Dat is niet heel lang geleden hoor. Lag vroeger in een weiland in 1880. Die stad wordt groter en daar kan je niks aan doen. Alleen, je moet er wel iets aan doen om het goed te blijven beheersen. En dat heeft met allerlei dingen te maken. Dat heeft met open. Als jij zegt, ik kan bijna niet meer fietsen. Ik kom hier net aan fietsen. Hè? Ik zit in mijn kantoor, is bij het Centraal Station. Ik heb bijna drie ongelukken gezien. Ja. Van drie ja. Nederlandse fietsers die zich ongeveer door het rode licht. Dus het is. Het heeft te maken met een te kleine binnenstad waar heel veel mensen graag willen zijn. Ik probeer het altijd positief te zijn. Nee, dat doe je niet. Want mijn glas is altijd half vol. Toen God schijnbewegingen uitdeelde, stond jij volgens mij vooraan. Ik stond heel erg. Want je begint te vergelijken met gebieden, je begint te vergelijken met andere tijden. Ik probeer dingen te nuanceren, want jij zegt terecht, en dat zeg ik ook, het is heel druk. Het is soms veel te druk. Alleen ik zeg, ik vind het geen probleem. Je moet je iets aan doen. Venetië is de helft van zijn bewoners kwijt. Ja, ik dacht het al. Ja, dan Venetië. Oh. Ja, nee, maar het is wel. Je dacht het al, die vraag nee, die kwam. Ja, ja. Nou, daar heb je zeker ook een antwoord. Ja. Ken je Venetië? Ja. Heb je wel eens gezien, als je wilt werken in Venetië, gewoon een baan. Een Venetiaan heeft een baan. Dan moet je naar Mestre. Dat is aan de overkant. Dus dat smalle spoorlijntje. Dus alle Venetianen, die zijn daar gaan werken, omdat daar hun werk is. Daar is de IKEA, daar zijn de scholen. Dat is deel 1 van het verhaal. Dat verhaal hoor je nooit. Deel 2, en dat vind ik een verhaal wat je wel kunt vergelijken met Amsterdam, is dat je ontzettend moet oppassen dat je de historische binnenstad gaat verhuren. Dat is bij ons ook aan de hand, hè. We hebben 10.000 Airbnb-plekken. Dat vind ik zorgelijk. En daar gaat die vergelijking met Venetië op. Zodat je moet uitkijken dat niet de hele grachtengordel is verhuurd aan Airbnb. Want dan krijg je een zieloze stad. Maar, en dat wil ik niet. Dus het feit dat onze organisatie, want jij zegt jullie pompen alles op. 30% van mijn activiteiten gaan naar bewoners. Wij organiseren de uitkrant. We maken de uitkrant. Wij zorgen voor de uitmarkt. We hebben net het weekend 24 uur gehad, waarin we Amsterdammers laten zien hoe mooi een stad is. Dus dat wij alleen maar zijn voor buitenlandse bezoekers, dat is onzin. Maar in 2030 zijn de toeristen verdubbeld. Ja. Dat gaat toch niet meer? Ja, nee, maar dat vind ik altijd heel interessant. Dat is waar, hè? Dat is wat jij citeert, een voorspelling van de United Nations. Van Rhodes. Nee, juist, Stephen Rhodes heeft dat van de United Nations. Ja. Dat heeft hij niet zelf. Dat is waar. Ja, wat ik altijd zo interessant vind, dat is waar. Dus ze komen. Als je het even plat zet. Want ze gaan verdubbelen. Ik vind ook dat je daar ook wat aardiger over kunt praten. Als je zegt, ik gun mensen de welvaart. En ik gun mensen het feit dat ze net als wij de rest van de wereld mogen zien. Dat is een ontwikkeling. Dat is een beschaving. Dat is een economische ontwikkeling die je hebt in China hebt gezien. Die nu in India komt. Dus ik wil graag weten. We weten allemaal dat het drukker wordt. Daar hoef je mij niet van over te vertuigen. Maar ik wil zo graag weten, wat gaan we eraan doen dan? Ik kan geen hek om de stad zetten. Dat is ook niet fijn. Verspreiding roepen ze maar dat kan toch niet? Nou, dat gaat dus werken. Trouwens, ik zie nu dat de overnachtingen, dus het aantal bezoekers minder, laatste twee jaar extreem snel gestegen. Dat kwam ook door die opening van al die musea. Dat is nu weer een beetje back to normal. Maar je ziet steeds meer mensen die aan de rand van de stad of in buiten de stad gaan verblijven. Mag ik nog even terugkomen op die bewoners? Wat zeg je dan tegen de bewoners? Ik zeg tegen de. Kijk, wat je hoort van bewoners die in de binnenstad wonen, want dat zijn de mensen die je hoort. Ik. Ja, en ik. Ja, ik lag er niet, maar. Daar heb je gezegd, je hebt een punt. En dus je moet je zorgen. Die bezoekers gaan niet weg. Dat kan ook niet. Dat is onaardig, dat is niet tolerant. Alleen je moet zeggen, ik wil een ander soort bezoeker. Daar zijn we heel druk mee bezig. Ik accepteer het niet, Frans. Nee, wacht, laat me even. Ja. Ik ga ze spreiden in tijd
He, je kunt ook mensen, waarom moet iedereen tussen mei en september komen? Dat kun je doen. En de mensen in de binnenstad die klagen, als je daar niet naar luistert, heb je een groot probleem. Je moet ook samen zeggen, oké, we zijn een stad en er komen heel veel mensen. Dus A, moeten we zorgen dat we met elkaar op een leuke manier om blijven gaan. Dat betekent dat je, en dat kan ik niet doen, dat kan de gemeente Amsterdam doen, dat je zegt, jongens, moeten we eens even goed kijken. Weet je waarom het ook druk is? Omdat je, het is druk omdat het ook heel druk, niet alleen qua mensen is, maar er is van alles, hè? Fietsen, taxis, segways, koetsen, tuk-tuks, auto's, lossen. Als ik over de grachten fiets, dat heb jij ook, dat je soms denkt, jeetje, ik moet zo vaak afstappen. Als ik in Kopenhagen ben, daar zie je, nou goed, het gaat allemaal te ver, maar je moet dus het rustiger maken in de straat. Weet je wat maar het feit dat er dus er komen meer mensen naar Amsterdam, er komen meer studenten, er komen meer... Amsterdam is heel populair, dus die stad wordt gewoon groter. Ja, Frans. En ja, gisteren is er maar niet meer. Maar niet, nee, kijk, en daar wil ik je... Gisteren bestaat niet. Kijk, daar wil ik je op aanvallen. Ik interview regelmatig mensen van het Europese parlement. En dan het Europese parlement is 15 jaar geleden opgericht. En dan zeg ik, en dan heb ik kritiek, zeg ja, maar het is er nu toch. Nee, maar wacht even, en jij doet precies hetzelfde. Amsterdam gaat erom, als in 2030 zitten wij met z'n tweeën in een interviewetje, en dan zeg ik, ja, het een verdubbeling van toeristen ten opzichte van 2050 is er nu toch, en hoe gaan we ermee om? Het is net een accountant, ja, die creëren een probleem om het vervolgens tegen betaling op te lossen. Nee, maar jij interpreteert het toerisme, het reizen in de wereld, gaat verdubbelen. Nee, maar Frans, Amsterdam... Dus dat gaat niet voor Amsterdam. Amsterdam heeft zichzelf zo naar voren gegooid. Natuurlijk met het Rijksmuseum. Dat er zoveel interesse is ontstaan in het buitenland. Dat is toch prachtig? Daardoor, ook voor onze normen en waarden. Maar daardoor... Ja, dat, nee, eerst een gay huwelijk, noem het maar op. Maar daardoor is er een situatie ontstaan dat er heel veel bewoners... En de bewoners zijn toch de baas in de stad, zou je bijna zeggen. Ja, dat ontken ik toch even niet? Dat er een stuk van de ziel van de stad dreigt weg te gaan. En daar moet je op ingrijpen. Maar hoe ga je dat dan doen? Niet door te zeggen, je mag niet meer komen. Want dat kan ook helemaal niet. Ja, maar hoe ga je het dan wel doen? Nou, ik kan het niet doen, hè, want ik kan alleen een andere soort marketing doen. Dus wat wij doen, is 3 dingen. Het Amsterdam Marketing. Dus we pompen het. Bij ons gaat het niet. Ik wil de oplossing. Nee, maar dat ga ik nu zeggen. We gaan niet meer van. Dat klinkt om heel technisch, maar we gaan niet over getallen praten, maar over kwaliteit. Ik wil een ander soort bezoeker, ander soort toerist. Dus net als we de vluchtelingen die Amsterdam willen, we willen alleen de hoogopgeleide vluchtelingen. Nee, ik wil alleen toeristen die genieten van het culturele aanbod en de architectuur en het mode en design. Wat is er mis met een Engelsman die naar de hoeren gaat? Nou, daar hebben mensen veel meer last van. Want dat zijn stekparties. Nee. Niet eerlijk. Als je mensen hoort klagen over overlast van toeristen, gaat het bijna altijd over stekparties en over dronken Engelsen. Dus dat wil ik veranderen. Ik wil gaan spreiden. Dus meer... Je wil chique publiek. Nee, dat is interpretatie. 3 Japanse studenten die hier komen omdat ze naar nieuwe moderne gebouwen willen. Die naar wanders willen gaan, die naar de musea gaan. Ook een kwaliteitstoerist. Het heeft niks met chic te maken, dat is de interpretatie. Kwaliteitstoerist? Ja, dat is een woord. Maar dat vind ik belangrijk. Dus ik zoek... Maar dat is wat ik kan doen, hè. Ik kan een gids zijn. Wij vinden ons Amsterdam Marketing is een gids. Waardoor jij niet allemaal meer in het centrum gaat. Dat je niet... Al die Nederlanders die hier komen, hè. Die 50% van jouw drukte zijn... Ik weet niet waar jouw familie woont. Maar die komen een dagje winkelen of die komen naar de musical... Nou, die gaan wij gidsen. Zandvoort. Oh, nou, dat is de metropool, dat is hetzelfde als Amsterdam. Maar de gemeente, maar je moet als stad, als bestuur gaan ingrijpen. Dat klinkt heel technisch, maar in de openbare ruimte. Je moet het beter gaan regelen, beter handhaven, strenger worden. Hoe groot is jouw budget? City marketing. Het ligt een beetje hoe je bekijkt. Als je echt 150 mensen werken? Nee, ik heb 110 mensen, het is de FTE, dat soort gedoe, 130, 140 mensen. Hoe groot is het budget? Ongeveer? 12 miljoen. En waar komt dat geld vandaan, die vraag me? Kritiekloos zeg ik dat. Ja, ik ben gewoon geïnteresseerd. Er komt 4 miljoen ongeveer van de gemeente Amsterdam. En de rest komt van, ongeveer 1100 partners. En dat is van het Amstel Hotel
cultureel groep Amsterdam en de mensen en de consumenten. Ja. Die dingen bij ons komen. Toen ik hier vanochtend naartoe fietste, fiets ik over de Brouwersgracht. Of over de Vijzelsgracht. Ja. En ik was zo over aan het nadenken, ik had over je gelezen. En toen ging ik op de Vijzelsgracht ging winkeltjes kijken. En die vroeger waren. En ik zie allemaal van die toeristenshops komen. En dan heb ik het weer. Dan begin ik weer te zeiken. En dan ga ik weer een beetje nostalgisch denken. Dat ik vroeger bij een sigarenboer kwam. Ja. Maar ben ik nu een ouderwetse uit de oude doos grijpen? Terwijl ik nu afgesnauwd word als ik een pakje sigaretten koop tussen de petjes en de Amsterdam. Ik zou zeggen, dat is waar eenmaal. Ik heb heel lang in het Rijksmuseum gewerkt, 12 jaar lang. Vroeger ging ik altijd lunchen, een broodje halen bij de slager in de PC Hoofd. En dan ging ik ook daar naar de visboer en naar de groenteboer. Ja, die zijn er echt niet meer. Die broodjeszaken zijn wel gezellig. Nee, die zijn er allemaal niet meer. Dat zijn niet gewone broodjeszaken. Dus ik moet me nou maar aanpassen aan de moderne tijden dat ik hem overspoeld word met die toeristentroep? Nee, het heeft niet alleen met toeristen. Het heeft geen toeristentroep. Kijk, de negen straatjes, hartstikke populair. Overgroot gedeelte van die negen straatjes wordt bezocht door Nederlandse vrouwen. Dagjes, mensen komen hier. Ja, dan kun je zeggen, de negen straatjes zijn niet meer hetzelfde. En ik zeg altijd, want daar komen allemaal nu grote merken. Negen straatjes zijn nooit populair geweest, totdat de vastgoedwereld het ontdekte en er mooie winkels zijn gemaakt. Ja, maar het waren eerst kleinere winkels, nu komen de bigger brands. Dat was niet daar. Zo gezellig. En dan zeg ik, morgen komen er weer negen straatjes. Ja, maar de Haarlemmerstraat bijvoorbeeld. Maar negen straatjes komen morgen ergens in Noord. Of in West. Maar de Haarlemmerstraat. En dan gaat daar iedereen naartoe. In de Hallen. Je weet hoe druk het in de Hallen is, hè? Dat had je toch vroeger nooit kunnen denken. Jawel. Dus die stad breidt zich als een vlek uit. Met name voor zijn eigen bewoners en voor de Nederlandse bezoekers. Dus je moet niet... Kijk, ik vind het feit, hè, wat ik altijd zeg, een van de grote voordelen van onze binnenstad, hè, dus waar jij en ik dus wonen, die gordel, is dat je daar een mix hebt van sociale woningen, restaurants, winkels, sleutelboer. De grachtengordel is misschien nog maar 5% sociale woningen. Nee, maar alles is verkocht voor die woningbouwvereniging om geld te krijgen. Dat is niet waar. Dus, zeg ik, je moet oppassen. Dat vlechtwerk moet je daar houden. Want anders wordt het één grote Airbnb. Maar de grachtengordel en de pijp zijn natuurlijk al... En Zuid zijn natuurlijk al verloren voor sociale woningbouw. De pijp gaat nog best goed. Nee, er is geen goedkope woning in de pijp meer te krijgen. Nee, en ik vind dat je ook niet alles maar moet zeggen van meer en in de vooruitgang. Maar ik vind niet dat je ook moet zeggen, gisteren was alles beter. Nee, ik wil ook niet die kant op gaan, want anders ben ik zo'n oude mopperende zak. Nou, je zegt het zelf. Ja, maar ik zeg het zelf om... Kijk, Frans, jij verdient je geld in de stad. Ja, ik ben heel erg positief, hè. Je bent heel positief, dat is ook je vak, dat snap ik. Ik ben een hele blije... Maar ik loop op de Stadhouderskade en ik herken mijn stad niet meer. En ik ben het met je eens, maar wat ik het niet mee eens ben, dat komt dus door te veel toeristen. Absoluut komt het door te veel toeristen. Dat komt door veel te veel. Weet je waar het ook door komt? Omdat half Nederland alles online bestelt en dat er honderden vrachtauto's door de stad racen om al die pakketten af te leveren op de grachten en op de Stadhouderskade. Daar komt dat door. Nee, maar er zit geen toerist in een auto. Het is een beetje verkeerd. Er komen heel weinig toeristen in Amsterdam maar met de auto. Een van de problemen bijvoorbeeld zijn al die bussen, al die touringcars. Dat is echt een groot probleem. Ja, dan moet je dus een oplossing voor zoeken. Dan moet je dat dus doen. Dat doen ze in andere steden ook. Moet je waar ook doen. Dat kan ik niet doen. Maar ik vind dat moet de stad doen. Zoek, en je kunt niet zeggen, geen touringcars eruit en dan zeggen, ja en dan... Heb je Barcelona een beetje gevolgd? Wat ze een beetje anti-toeristen doen op het moment, hè? Ja. Dat vind ik wel heel apart. Maar zijn jullie tegen hem dan? Nee, wij hebben heel goed contact. Ik heb toevallig net een week geleden een vergadering gehad met 6 steden in Europa die te maken hebben met fenomeen. Deze uitdaging, zeg ik dan. Nou ja, goed. Dat was Berlijn, Barcelona, Wenen, Praag en Parijs. En wij. Dus wij gingen, hoe doen jullie dat, hoe doen jullie dan? Nou, Barcelona is inderdaad een vrij heftig voorbeeld. Er is een hele beroemde foto van twee naakte jongens die uitrennen. Zo'n soort stag party. Nou, dat was echt als het grote beeld van hoe erg kan het zijn. Die foto is gestaged door de partij in de verkiezingen, waar nu de burgemeester is geworden. Dus dat is wel interessant. Die burgemeester heeft gezegd, ik ga hotels stoppen. Geen hotels meer.
geen nieuwe hotels meer bouwen. Dat lijkt helemaal niet zo makkelijk te zijn. Maar ik ben in Barcelona, is veel te laat erachter gekomen. Omdat mijn collega's daar bijna alleen maar worden betaald door de toeristische sector. Ja, dat is niet goed. Jij ook wel. Nee hoor, ik word voor... dacht je hoeveel culturele instellingen bij mij geld neerleggen? Dat zijn ook culturele instellingen zijn ook zakelijke transacties geworden. Nee, maar je hebt ook theaterkrakeling en je hebt Ons Lieve Heer op Zolder. Het is niet allemaal groot en dik en veel. Je moet ook een subsidie kwijt, elk jaar. Mijn subsidie is ook gekort, hoor. Trouwens. Frans, we gaan naar het einde van het interview toe. Ik vond het een chaotisch interview, maar dat lag aan mij. Maar ik wilde eigenlijk... Ik was eigenlijk een beetje bang dat ik als een soort oude lul naar vroeger terug ging grijpen. En ik heb je nu gehoord. En je bent heel positief en springend veld en prachtig. En er zijn allemaal mensen die daarvoor werken en iedereen die daar geld voor verdient. En veel passie hebben voor de stad. En veel passie. Ja, maar dat is belangrijk. Er is een groep van mensen, de toeristische industrie, jij, de gemeente en overheid, allemaal... En die maken het niet fijner voor onze bewoners. Ik ben daarvan overtuigd. Ik ben tegen jullie. Ja, nou ja, dat moet je dan vooral zijn. Het is wel jammer dat je dan niet weet. Je hebt het niet nodig. Maar dan kan je straks niet meer met korting naar theaters middags. Dan komt er geen uitkans meer. Oh, door jullie krijgen we de korting op het theater? Ja, wij hebben de last minute ticketshop. Omdat jullie veel geld naar binnen brengen, krijgen wij korting. Het gaat weer om geld. Nee, altijd om geld. Nee, maar als je je verdiept in onze organisatie. Weet je wat een van de eisen is die aan ons gesteld worden? Meer Amsterdammers het laten genieten van cultuur. Ja, ja. Ja, ja, maar ja. De politiek zegt ook dat ze ervoor nee, en wij zorgen ervoor dat er meer Amsterdammers op een toegankelijke manier naar cultuur. Dat is een van onze dingen die wij moeten doen. En die ik ook heel graag doe. Dus daarom doe ik de uitmarkt. Daarom doen we de uitkrant. Dus dan kan je wel tegen mij zijn. Je bent niet tegen mij, Hans. Nee, absoluut niet. Je bent een formidabele tegenstander. Je kan het prachtig uitleggen. En je houdt van Amsterdam. Maar stel je voor dat we niet zouden bestaan, hè? Nee, dat vind ik altijd een heel interessante exercitie. Morgen roepen we, jongens, zeg ik tegen al mijn collega's, mijn lieve gepassioneerde collega's. Zeg, jongens, het gaat niet meer door. We houden ermee op. Ja! Dan komen er niet meer de toeristen naar Amsterdam. Nee, en dan gaan er nog meer toeristen naar de Wallen en naar de Hoeren. Want dat is wat wij proberen niet te vermijden, maar wij proberen ze de andere kant op te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat het dan nog veel erger wordt. Want het komt niet door ons dat druk is. Ik kan het ongelooflijk mooi uitleggen. Power van Amsterdam, Erik. Amsterdam is een dorpje met 312.000 brievenbussen en 850.000 mensen. Het is een dorpje. Het is een buitenwijk van Londen. Amsterdam begint in Zandvoort. Nee, dat is allemaal niet meer waar. Frans, ik wil je bedanken voor het interview. We gaan nog even de nabespreking. Moeilijk. Moeilijk interview. Ja. Jij bent zo positief dat het moeilijk is. En ik kon het niet goed uitleggen vandaag. Alhoewel, het is zomaar wel goed. Nee, maar kijk, het is natuurlijk mooi dat jij, ik heb natuurlijk dit... Ben ik wat vergeten? Nee, je hebt het wel goed. Ik heb dit gesprek al vaker gevoerd, dat merk je ook wel. Kijk, het feit dat het te druk is, dan roep ik altijd, ja, dat weten we allemaal nou wel. Ja, omdat jullie dat gecreëerd hebben met jullie Amsterdam-merken en zussen zo. Het wordt altijd of wij het niet weten. Ja, ik weet het ook wel, dat het soms te druk is. Dat hoef je me echt niet meer uit te leggen. En dat de mensen zeggen, ja, maar het wordt nog druk. Dat weet ik ook wel. Maar laten we dan eens niet gaan praten over, het is te druk. Maar laten we zeggen, oké, wat gaan we dan doen eraan? Ik wil graag mensen op. En hier, ik hoor veel te weinig oplossingen. Behalve dat mensen tegen mij zeggen, u moet de landingsrechten van Ryanair. De binnenstad autoluw maken. Dan wordt het een openluchtmuseum. Nee. Ben je wel eens in Florence geweest? Ja, tuurlijk. Vind je dat een openluchtmuseum? Ja. Ik was gisteren in Rome. Kan je niet even een café in gaan en lachen, hoor? Ik ben net 4 dagen in Rome geweest. Misschien hebben jullie wel een ander soort humor. Ik wil met de cafébaas lachen en een beetje geintje maken. Ik wil met iemand praten. Ik doe dat. Met een oud ventje op straat. Ik wil de vuilnisman kennen. Ik in mijn kroeg bij Café Krommel in Utrechtse straat. Zit ik nog altijd. En dan ken ik de barman ook. Dus je moet het ook niet overdrijven. Maar dat het een ding is. Is absoluut waar. Maar er gebeuren nu al dingen, hoor. Ben ik niks vergeten? Nee, ik denk dat jij heel goed... Verdien je veel geld?
Ik? Nee, joh. Nee? Zo, liefdewerk uit de pier. Mag ik? Ik heb gewoon een salaris. Ja, dat zegt Jeroen Pauw ook. Nee, joh. Echt. Ik ben een publiek-private directeur. Dat ik echt... Oet. Oet. Ik lig onder een loop. Al die, weet je, die 1200 ja, partners, die gaan niet goed tolereren. Dat klinkt heel tuttig, maar dat interesseert me. Oké. Nou, luisteraar, kijker, wie u ook bent. U mag uw eigen beslissing nemen. Wilt u het wel of wilt u het niet? Ga lekker naar de cultuur. Dankjewel.